9 april was een hele zonnige dag. Het was heel mooi weer. Mijn ouders wilden heel graag naar het winkelcentrum toe. We zijn eerst naar de Adolf gegaan en daarna zijn we eigenlijk naar de Ridderhof gegaan. Ja, ik was gewoon heel erg vrolijk en had het gewoon naar mijn zin. Ja, ik was 10 jaar, dus ik had geen benul van andere dingen. Gebeurde het hier op deze plek? Nee, het was daarom. In de hoek daar. Hoe vind je het om nu weer hier te zijn? Nee, dat vind ik heel erg moeilijk. Dat is hier ook. We waren aan het praten met een kennis van ons, Hanna. En toen hoorden we een soort van harde knallen. Mijn pleegmoeder zei nog, dat zal er vuurwerk zijn. Maar dat was dus niet zo. Toen schrokken wij gewoon heel erg. En voordat ik het wist, zag ik mijn ouders op de grond liggen. Wacht even. gewoon het moment dat je ziet dat je ouders op de grond ligt. En als 10-jarige weet je gewoon niet wat je moet doen. Je staat er zo machteloos in. Je weet gewoon niet wat je moet doen. En dat, ja, ik voelde me gewoon erg machteloos. Dames en heren, goedemiddag. Zojuist komt het bericht binnen dat in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn meerdere mensen zijn omgekomen bij een schietpartij. Nou, wat er precies gebeurd is, weet ik niet. Ik weet wel dat er meerdere mensen opgeschoten is. En er ligt één dode op de parkeerterrein en een gewonde voor de flat. Hoi. Oh, ik wil je echt een knuffel geven, maar dat kan niet. Nee, we gaan geen knuffelen. Ik stond buiten, ook deze bak stond buiten. En dan kijk je op en dan zie je dat er mensen neergeschoten worden. Dus ik heb die mevrouw die hier stond ook mee naar binnen getrokken. En toen was die hier zijn geweer aan het doorladen. En toen heb ik Ashley weggetrokken. Hier stond Ashley. En die heb ik toen zo wezen halen en ook mee naar binnen gehaald. Want voor mij was het duidelijk dat het allemaal foute boel was hoor. De vrouw, ik denk van de politie, zij kwam naar het winkeltje toe toen ik en Ella nog daar waren. En die heeft gewoon gezegd, je ouders die zijn er gewoon niet meer. Ik woonde toen ik 6 maanden oud was bij mijn pleegouders. Dus ik heb ze eigenlijk altijd gezien als echte ouders. En ja, ze waren alles voor mij. Ik hou van ze, ja. Ja, het heeft een lange tijd geduurd. Ik voelde me ook schuldig. Omdat ik het gevoel had dat ik er nog iets aan kon doen. Dat ik mijn ouders kon wegtrekken. Of... Ik weet nu dat het helemaal niet zo kan zijn. Want je bent 10. Wat ga je doen? Maar ja, ik heb me gewoon heel lang schuldig erover gevoeld. En ook gedacht, waarom zij en waarom niet ik? Ja. Ja, dat was best wel een diepe put. Toen voelde ik me ook gewoon helemaal niet goed. En ik merkte ook dat school gewoon best wel slecht ging. Mijn concentratie was weg. En dat was vooral in de tijd dat ik weer aan therapie zat. Maar het heeft wel geholpen. Ik heb mezelf wel geleerd hoe je moet overleven of zo. Ja. I'm going under and this time I feel there's no one to save me. Zingen is wel echt mijn uitlaatklep. Ja, zingen helpt echt om dingen te verwerken. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hope. Als ik zing, dan zie ik dat gewoon voor me, de gebeurtenis en hulpdiensten en gewoon heel die dag eigenlijk zie ik voor me. Now my day bleeds into nightfall, and you're not here to get.
get me through it all. Let my guard down, and then you pull the rope. I was getting got used to being someone you love. Ik heb de eerste periode toen het gebeurde, heb ik in een crisisopvang gezeten. Daarna ben ik bij een schoolvriendin gaan wonen. Vanaf oktober 2012 tot 2018 heb ik bij mijn moeder gewoond, mijn biologische moeder. Maar toen merkte ik dat ik gewoon een break wou van Al van de Rijn. Ik werd de hele tijd herinnerd, ja, of van, nog van tv of van herdenking. Dan, ja, daar had ik gewoon geen zin meer in. Daarom ben ik naar Heerhugowaard gaan verhuizen. Naar mijn oom en tante. Die echt niet kunnen wonen als baby. Ze is voor mij als een dochter. Zo hebben we toen ze bij ons is komen wonen, hebben we ook gezegd dat ze heeft niet meer rechten, maar ze heeft ook niet minder. Ze is ja, onze dochter. Ja. Ze is wel. Ja. Ze is natuurlijk bij ons en eigenlijk wat mijn zus en zwager deden, ja, dat doen wij verder eigenlijk. Zo zie ik dat. En dat geeft wel een bevrediging eigenlijk, ja. Wij delen lief en leed. Als het nodig is, gaan we met twee janken en dat lucht op. Ja. Geef je ruimte in je hoofd en alles. Ja. Eigenlijk lachen altijd. Lachen is ook de gezonde. Ja. Je moet lachen. Ja. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Zo is het. En dat houden we er wel in, hè? Ja. Yes. Wat heb je nou weer? Oh, wat schattig. Oh, dankjewel. Oh, leuke kleur. Ella zie ik echt als mijn bonus moeder, oma, gewoon. Ja, toch? Ja. Zo ertussenin. Ja, zo ertussenin. We hebben eigenlijk gewoon altijd een goede band gehad sindsdien. Ze is een beetje groter gegroeid, dat wel. Kijk maar. Ik heb een jaar stage gelopen bij Ella. En het voelt gewoon als een veilige plek bij haar. En daarom ben ik gaan stage lopen. En daar kwam eigenlijk mijn liefde uit voor de detailhandel. Ik doe nu een BWL-opleiding, verkoopspecialist. Ik zit nu in mijn eerste jaar en dat gaat me best wel goed af. Dus ik heb het ook naar mijn zin op school. Ik werk bij de Only al 2 jaar. Dat vind ik ook heel erg leuk. 30 minuten of een uur. Dus kijk lekker rond en als je mijn hulp nodig hebt, dan hoor ik dat heel graag. Ja, ze is een heel fijne collega. Ja, ze hebben natuurlijk wel moeilijke momenten gehad. Zeker weten, maar daar houden we ook natuurlijk gewoon rekening mee. En ja, het is een hele sterke meid. Dus, dank je. Ja, ja. Ik heb mijn verhaal eigenlijk nooit voor media verteld, omdat ik daar toen destijds geen behoefte aan had. En je wordt dus steeds herinnerd bij ja, die verschrikkelijke tijd, zeg maar. Maar nu wil ik het wel heel graag doen, omdat ik merk dat er heel veel jongeren in de put zitten en depressief zijn. Mijn doel is echt wel dat ik wil laten zien dat dat kan. Je kan met iemand praten, je kan eruit komen. En ja, als ik het kan, dan kan alle jongeren in Nederland het wel. Ja. Zeg maar wanneer we los moeten laten. Dat is hier nog even.